Ja, Steven Berghuis, voor jullie eindgoed al goed, maar wat was die eerste helft rommelig en moeizaam? Ja, vond ik ook. Speelde niet goed. En gewoon niet met lef. Terwijl het vertrouwen er wel is. En ja, dat was niet goed. Dat was jammer. Ja, het leek vanaf de kant op het moment dat jij op je originele positie aan de rechterkant ging spelen, dat het toen echt ging lopen. En zeker na rust, ja, waren jullie toen onklopbaar. Ja, ik denk niet dat het alleen daarmee te maken had. Ik moet zeggen dat Jan Arie ook heel goed inviel. Die bracht ook veel voetbal erin. Maar eigenlijk hadden we voor rust al die laatste fase, dat we wat meer kansen creëren. En toen toonden we gewoon wat meer lef, gingen we meer naar voren. Ja, dat willen ze ook zien hier. En dan zijn we gewoon sterk, denk ik. En uiteindelijk het ene doelpunt dat nog mooier is dan de andere. Je maakt een prachtig doelpunt, je eerste in de Kuip. Hoe mooi is dat? Ja, was mooi. Ze gaan helemaal los. En ja, was wel een ontlading, dus was mooi. Ja, uiteindelijk nog wel een ruime zegen. Ja, jullie blijven goede zaken doen en blijven koplopen. Dit is wat jullie wilden, hè? Gewoon een hoge score neerzetten. Ja, tuurlijk. Je wil sowieso winnen, helemaal Excelsior thuis. Mag je gewoon geen punten laten liggen. En dat willen we ook uitstralen. De eerste helft was jammer, was niet goed. Maar gelukkig hebben we het herpakt. Tot slot nog één ding. Jij bent de enige Feyenoorder die opgeroepen is voor Oranje. Een oefenduel tegen Griekenland en dan tegen Zweden. Wat verwacht je daarvan? Ja, leuk. Ik ben blij dat ik en trots dat ik er weer bij mag zijn. En ja, Zweden wordt zeker een hele belangrijke wedstrijd. Dus ik heb mooie verwachtingen. Succes. Dankjewel.